Dat is hier goed gelukt, hè? De nieuwe Alpine A110. Ik reed natuurlijk eind vorig jaar voor het eerst. En mijn conclusie toen was duidelijk, het is echt een fantastische auto geworden. Misschien wel beter dan ik van tevoren had durven hopen, want ik had wat twijfels als ik keek naar de huidige generatie Clio RS en vooral die automaat. Maar niks van alles, ik was bijzonder blij met de auto. En ik zei toen, het is eigenlijk alsof er een Megane RS is gebouwd. Al dat goede van de laatste generatie Megane RS, maar dan als auto met middenmotor. En nu is daar een gloednieuwe Megane RS. En dan vraag ik natuurlijk af, hoe verhouden ze zich tot elkaar? Want er zit wat gevoel in van Renault Spoor, maar het is een compleet ander concept. Hier hebben we 1.8 turbo motor. Als middenmotor met alle kracht naar de achterwielen. En daar hebben we precies dezelfde nieuwe 1.8 turbo motor, maar voorin in alle kracht naar de voorwielen. Totaal andere auto, maar toch vanuit dezelfde gedachtegang. En ik ga dus vandaag uitzoeken hoe verhouden die twee Renault Spoor producten zich tot elkaar. De vierde generatie Megane RS, heeft die even grote schoenen om te vullen zeg, want wat was die derde generatie goed. Zeker aan het einde toe na de facelift en een trophy en hij werd alleen maar beter. Overigens gebeurt het wel vaker bij Renault Sportmodellen, alsof ze bewust niet meteen op hun best beginnen. En in deze auto, en die is toch wel even anders. Het is een auto die je even flink moet ontdekken en die wat extra dimensies heeft. En op een bepaald vlak doet hij mij denken aan de Ferrari F12 TDF. En dat is nogal een vergelijking natuurlijk. En niet meteen omdat hij net zo bruut is als die Ferrari. Maar die Ferrari had als eerste Ferrari vierwielsturing. Hè? Dat achterwielen meesturen op lage snelheid, zeg maar tegengesteld aan hoge snelheid dezelfde kant op. En deze Megane RS heeft ook vierwielsturing. Dat is voor het eerst bij een hot hatch. En die manier is de toepassing ook heel anders. Want in grote limousines dat wordt toegepast. Of de BMW 6 GT. Dan is het vooral, je rijdt het comfortabel op hoge snelheid. En de draaicirkel is wat korter op lage snelheid. En dat is fijn. En dan heb je sportauto's zoals de 911 GT3. Die hebben ze minder onderstuurd kunnen maken. Omdat die vierwielsturing... is hij dan toch niet zo nerveus achter met die motor achterin. En dan krijg je in het totaalpakket een hele mooie, stabiele auto. Waarbij je ook niet overdreven merkt dat die vierwielsturing heeft. Alleen aan het eindeffect. Maar in zo'n TDF, dat werd een beetje een onrustige auto. Want die hapte zo hard naar binnen en die kont weer wat nerveus. Dat je dacht, oh shit. En dan was je met die auto in gevecht. En je ging natuurlijk wel hartstikke snel. Maar je moest er wel even goed voor gaan zitten. En dat voelde ik bij deze Megane RS ook. Want hij hapt zo ontzettend hard naar binnen. Als je instuurt, dat je rekent er niet echt op. En hij stuurt ook een keer heel direct. En dan beweegt die kont wat en dan ga je weer een beetje corrigeren. En het duurt even voordat je erachter bent, dat je gewoon het gas moet houden en laat die besturing maar zijn ding doen. En dat vergt wel wat moed. Op lage snelheid, je gooit die auto een hairpin om, een eerste of misschien krappe tweede versnellingsbocht. Je achterwielen sturen mee en je lift je gas en die kont sweept door de balans nog een keer extra naar achter, net als bij de vorige Megane RS. En die combinatie van die zaken zorgt ervoor dat je bijna overstuur op commando hebt. Dus je gooit hem gewoon om en die kont komt gewoon om. Dan denk je, oké, dan geef je weer gas en dan moet die achterwielsturing zich even stabiliseren. En daardoor ben je continu met die auto een beetje aan het knokken, een beetje in het gevecht. En dat is natuurlijk wel leuk, want je moet wordt beloond. Maar hij heeft daardoor niet de pure voorspelbaarheid van die vorige Megane RS, die gewoon ultra scherp was en precies reageerde zoals je wilde. Dat maakte net even tot een ander type auto. Ik heb het vermoeden overigens dat ze bij Renault ook nog een beetje bezig zijn met ontdekken hoe gaan we die afstelling precies doen. En dat met de Megane RS Trophy, die binnenkort verschijnt. Denk ik gewoon dat dat beter uitgebalanceerd zal zijn. Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. De belangrijkste overeenkomst met de Alpine is natuurlijk de motor. Dezelfde nieuwe 1.8 turbo. Maar ik heb in deze Megane wel meer vermogen. Namelijk 280 pk. Gevoelsmatig zijn ze daardoor in praktijk eigenlijk net zo snel. Die Megane is natuurlijk wel zwaarder. Maar heeft die extra vermogens. Dus die loopt in het begin wat weg. Maar die Alpine heeft eerst een gewicht. Wat een stuk laag is. En die kan op die manier weer compenseren. Dus ik denk dat het zo prima verdeeld is. De motor aan zich is redelijk. Je hebt in ieder geval voldoende kracht. Hij gaat ook best wel bovenin door voor een turboblok. Alleen de gasrespons, ja, die is net niet goed genoeg. Die turbo moet soms net even te lang op stoom komen, waardoor je wat scherpte mist. Gevoelsmatig was dat in die vorige auto iets beter. Het kan ook zijn dat hij gewoon wat hitsiger was dan deze Megane RS. Vorige Megane RS was zo goed dat het gevoel wat die mij gaf, heeft deze auto mij nog niet kunnen geven. Maar de potentie zit er wel in. Dus het gold ook voor de Clio RS van deze generatie. Ik ben benieuwd of Renault het opnieuw lukt om uiteindelijk zoveel met deze auto aan de slag te gaan dat ze dezelfde piek kunnen bereiken als bij de vorige. Thank you.
uiteraard is dit natuurlijk een compleet ander soort auto en krijg je er een compleet ander soort rijgevoel in. Dat hadden jullie natuurlijk ook wel kunnen voorspellen voordat ik deze video maakte en dat ik wel kunnen voorspellen voordat ik zou instappen. Maar evengoed vind ik er toch wel belangrijk om wat dingen over te zeggen. Sowieso merk je dat die motor voelt eigenlijk zo goed als gelijk. Alleen vooral de versnellingsbak heeft andere verhoudingen, waardoor je in 2 en 3 hier net wat langer doortrekt. En omdat die veel lichter is, heb je idee dat daar heel veel punch te halen valt als je doortrekt tot in de allerhoogste toeren. Dat is wel grappig. Hij heeft een automaat. De automaat in de Mégane RS is redelijk. In ieder geval beter dan die in de Clio RS was. Het is ook een andere bak. Hè? In de Clio heeft hij droge platen. Dit zijn natte platen. Dat is weer net anders. Maar hier schakelt hij in de sportstand echt wel. Pak, pak en dan rem ik. Pak, pak. Gewoon heerlijke lekkere reacties op mijn flippers. Porsche doet iets beter nog, maar ik heb niks te klagen. 8,5 voor Renault, mede omdat mijn verwachting lager was. Helemaal super. Ja, en het roadster gevoel, dat is natuurlijk waar het om te doen is. Ja, hij heeft wel een dak, maar dat pure gevoel van het stuur, dat indirecter is dan in de Renault in de sportstand, opvallend genoeg. Gewoon 1 stand, de dempers 1 stand. En dat is het. En met de sportknop maakt hij meer kabaal en de motor reageert hitsiger en de versnellingsbak stakelt wat sneller. Maar dat is het. Verder is de balans van de auto zo goed dat er hoeft niks te veranderen. Het is een hele pure, je stuurt in en je voelt wat de auto doet en er hoeft geen massa te verplaatsen van links naar rechts. En je hebt gewoon uit zichzelf meer rijplezier dan in die Renault. Het is natuurlijk een beetje een inkoppertje, hè? Zo'n hatchback gebruik je ook heel anders. Maar die Alpine is zo goed gelukt. En stap je een paar keer over en denk ik vaak in die Mégane RS, ja, ik wil eigenlijk gewoon weer terug. Maar je rijdt hem ook heel anders. Kijk, dit pure rijgevoel, dat zegt ook niks over de snelheid bijvoorbeeld. Ik zei al, in rechte lijn scheelt het allemaal niet zoveel. Door het lagere gewicht van deze auto ten opzichte van het hogere vermogen van de Mégane. Maar ook de bochtsnelheid. Ja, die Mégane met zijn bandjes en zijn vierwielsturing, die gaat echt niet langzamer door de bocht dan deze Alpine. En door die bredere banden rem je gewoon net een tikje harder. En deze heb je minder gewicht. Op het circuit. Vermoedelijk is de Alpine uiteindelijk net iets sneller, denk ik. Misschien verschilt het zelfs per circuit, ik zou het niet weten. Het is eigenlijk niet relevant. Maar ze rijden zo compleet anders. Die Mégane is echt een gooi- en smijtauto geworden. Ook weer door die achterwielsturing kan je hem gewoon een bocht ingooien. En die kont komt wel mee, dus je gaat niet saai, je onderstuurt rechtdoor. En dan kan je hem erin smijten als rallyauto. Met die handbak knal je hem terug naar 2 en ga je weer op zijn gas. En die Alpine kom je weer in een hele mooie cadans, alsof je aan het skiën bent en alsof je die rode helling afgaat die in de zwart overgaat. Ik denk, hoop maar dat de balans zo mooi is, lukt het allemaal. En daardoor reageert hij veel voorspelbaarder. Maar had Renault die Mégane RS nou net zo goed gemaakt als die vorige, dus wel met toegenomen vermogen en zo, dan was de keuze veel moeilijker geweest. Want nog steeds heeft die Alpine dan de betere balans van de twee. Maar zo'n hele goede, hele scherpe voorwielaandrijver met een kont die heel mooi reageert op je gas, dat die mooi omkomt als je losgaat, dat zijn toch ook hele leuke auto's hoor. Dus het feit dat ik de Alpine nu prefereer, dat zegt wat over die Alpine, maar het zegt ook wat over waar die RS nog punten laat liggen. Als Renault dat nou goed maakt met die trophy, dan wordt het misschien toch een ander verhaal.